Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een mega shoplog voor jullie. Ik ben namelijk lekker bezig winkelen en ik heb best wel veel dingen gekocht. Er zitten dingen bij die ik zelf heb gekocht, maar ik heb ook een aantal dingen gekregen. Maar het leek me gewoon super leuk om een shoplog op te nemen. Ik vind het zelf leuk om shoplogs te kijken. Ik vind het leuk om ze op te nemen. Volgens mij vinden jullie het ook wel leuk om te zien. Ik ben echt bij diverse winkels geweest. Ik kan het zo uit mijn hoofd niet eens opnoemen. Maar het is best wel veel. Het zijn best wel veel spullen. Dus ik ga de prijzen van de spullen ook in beeld neerzetten. Mocht jij benieuwd zijn waar ik ben geweest en wat ik heb gekocht, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Mocht je van shoplossen houden, doe dan alvast je duimpje omhoog en dan gaan we snel beginnen met de video. Ik ga even beginnen met de spulletjes van de Solo. Solo is een winkeltje, die zit niet op heel veel plaatsen volgens mij. Ik ben hem toevallig tegengekomen in Apeldoorn en... Nou, ze hebben daar van alles. Knutselspullen, maar ook verkleedkleding. Spullen voor in je keuken, je badkamer. Je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt het bij de Solo. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik kende eigenlijk de naam een beetje van deze winkel via een pagina op social media. Want ik ben lid van zo'n pagina en daar kan je dan creatief met van alles. En ook omtrent bullet journaling en alles. En daar praten heel veel mensen van, ja, bij Solo kun je dat soort dingen kopen. Nou, ik was er dus nog nooit geweest. Laat ik even beginnen met dit. En dit zijn kattenoren. Er valt nu ook gelijk wat. Maar kattenoren. Het is een haarband met kattenoortjes. Ik vond dit heel erg leuk. Ik wilde het al een tijdje hebben. En ik vond dit gewoon echt super leuk. Ik ga ze even opdoen. Ze hebben glittertjes. Maar het is gewoon een haarband met kattenoren. En ik vind het zo leuk. Ik ga ze oplaten voor deze video. Dus dat zijn de... Ja, dat was deze. Die vond ik heel erg leuk. Vind ik gewoon leuk voor de fun. Gewoon omdat het kan. Dan heb ik daar ook washi-tapejes gekocht. Ze hadden daar heel veel rolletjes. Je hebt hier 5 rolletjes. En ik heb allereerst deze met wat pandetjes. Ja, dit. En dit is ook een leuk beestje. Het lijkt een soort 3D-effect. Dat vond ik wel heel erg tof. En dan heb je gewoon 2 random. 1 met streepjes en 1 met stripjes. Dus dat is die. De size is 1,5 centimeter bij 5 meter. En dan heb ik deze. Het wel jammer is dat deze er dus dubbel op zit. Want deze zit er dus 2 keer in. Maar ik vond deze het leukste. Hier heb je ook weer pandetjes. En hier heb je een soort van konijntjes. Dit zijn ja, een soort van Chinese poppetjes lijken het wel. En hier heb je ook gewoon een random ja, rolletje. Dus vond ik heel erg leuk. Washi tape. Ja, ik hou er heel erg van. Leuk om in mijn bullet journal te gebruiken en dat soort dingen. En dan heb ik ook een inktkussen gekocht. Ik heb een zwart inktkussen gekocht. Ik was nog op zoek naar een groot inktkussen. En toen kwam ik deze tegen. En nou, eigenlijk kwam Nathalie ze tegen. Die zei van, nou, misschien zijn die wel heel erg goed. En ze waren ook nog eens heel erg low budget. Dus ik heb eventjes een zwart inktkussen gekocht. Dan was ik bij de Xenos en daar heb ik thee gekocht. Bij de Xenos heb je namelijk hele bijzondere smaken thee. En ik heb daar deze Perfect thee gekocht. Ik heb gelijk 4 bakjes gekocht. Als ik thee drink, vind ik Perfect gewoon het lekkerst. Dus kijk, nu hebben we ze alle 4. En ze hebben hier gewoon hele leuke deeltjes van. Maar ik ben dus dol op Perfect thee. Qua smaakjes vind ik Perfect gewoon het lekkerst. Dus ik dacht, ja, waarom geen Perfect thee nemen? En hier was ik al zo'n tijd naar op zoek. Ik heb het jaren geleden een keer gekocht bij de supermarkten. En ja, ik moet gewoon heel eerlijk zeggen. Ja, daar kwam ik ze eigenlijk later niet meer tegen. Terwijl ik heel erg dol ben op Perfect thee. Dus ik wist dat ze bij Xenos waren. Dus daar heb ik dus 4 pakjes sterke Perfect thee gekocht. En ik heb M&M's gekregen. Hij kijkt niet zo blij. Maar hier zijn dus M&M's. Met pinda's zitten er gewoon een aantal in dit potje. En dan kun je dus, die kun je ook gewoon weer navullen als je potje leeg is. Maar ik ben dol op pinda en M&M's. En ja, deze heb ik gekregen. Dan ben ik bij de boekenvoordeel geweest. En Nathalie die zei al een paar keer van, ze wist dat ik wat meer wilde qua bullet journaling doen. Dan moet je een mus kopen. Nou, ik heb dus nu oprecht een nieuw bullet journal boekje. En dit is dus een mus. Hier wil ik eigenlijk de dingetjes in gaan maken die ik dus, de leuke dingen die ik doe. Dus als ik een dagje weg ben geweest of zo, als een soort herinnering wil ik dus hierin gaan maken. Ik heb dus voor deze gekozen en dit kan er trouwens af. En dan heb je gewoon dit, zeg maar. Ze hadden heel veel verschillende soorten, maar ik vond deze wel super leuk.
Je kunt het er denk ik ook op laten, maar na het dat je het eraf moest halen. Je hebt hier ook een dingetje met allemaal tips erin. Ik zal even wat laten zien. Hoe je dit kunt doen. Dat is wel heel erg leuk als je hier nieuw mee bent. Ja, je kunt ook Instagram, Pinterest kijken. Super leuk in ieder geval. Maar deze heeft dus ook stipjes. Ik weet niet precies hoe dik. Dan heb je hier zeg maar mijn bullet journal. Er staat ook de naam Mus in. En een jaarkalender zit erin. Ik weet niet of dit heel goed voor jullie zichtbaar is. Maar hier zit eigenlijk alles al een beetje voor geprogrammeerd. Geprogrammeerd je index en zo. Leuk landkaartje zit erin. Dus echt een superleuk boekje. En deze heeft dan ook stipjes. En volgens mij onder bullet journaling zijn deze boekjes heel populair. Dus deze heb ik gekocht bij de boekenvoordeel. Ja, volgens mij heet het gewoon zo de boekenvoordeel. Zo, ik heb mijn kattenoren even afgedaan. Anders wordt het misschien te afleidend. Maar ik ben ook even bij het Kruidvat geweest. Daar heb ik er even shampoo gehaald. Nee, ik heb tegenwoordig gebruik deze André Londe Super Shine Shampoo. Bij Marcia is deze. Deze is van Marcia. Staat er trouwens niet meer op. Dat stond er voorheen wel op. Maar het is gewoon deze. Shampoo gaat bij mij super hard. En daar heb ik dus ook conditioner van. Tweede halve prijs. Deze ruikt zo super lekker. En ja, ik vind dit gewoon heel erg fijn om een voorraad te hebben. En meestal als ze hem in de aanbieding hebben, haal ik hem even. Zodat ik gewoon altijd wat heb staan. En daar kreeg ik trouwens nog een gratis sjaaltje bij. Ik heb voor gekozen met roze, zeg maar. Dit is, ja, was ook een beetje voor het WK wat er aankomt natuurlijk. Met de dames elftal en dat soort dingen. Ik heb er ook gelijk weer even kuppensoep meegenomen. Dit is gewoon een afpak. Kuppensoep gaat bij mij ook heel hard. Dat eet ik echt regelmatig. En ja, ik vind kip het lekkerst. En ik dacht, nou, nu ben ik er. Laat ik gelijk weer eventjes een pakje meenemen. Dan heb ik nog iets gekregen. En dat zijn hamsters. Van de Albert Heijn. Ik ging even boodschappen doen bij de Albert Heijn. En toen heb ik hamsters gekregen. Dit is het mannetje. Hij is helemaal in oranje stijl. Heeft vlaggetjes op de wangen. En heeft, ja, een leuk shirtje aan, helemaal oranje. Ik ben altijd dol op die hamsters. Ik vind dat echt super leuk. Ik heb er al een aantal. En dit blijft gewoon super leuk, vind ik zelf. En ik heb ook het vrouwtje. En dat is deze. En deze heeft een rood-wit strikje in haar. En deze heeft een heel erg leuk oud-hollands jurkje aan. En hier staat een hamstertje. Dus dat heb ik gekregen. Die vond ik super leuk. Die wilde ik jullie zeker niet onthouden. Dan heb ik hier wat spullen neergelegd. Want ik heb ook nieuwe piercings gekocht. Dit was eigenlijk op de markt, zeg maar. Het fijne is, ik ben bij deze persoon heb ik mijn tongpiercing laten zetten. Want ik heb nieuwe tongpiercings gekocht. Ik heb laatst een tongpiercing besteld en die sloot gewoon niet goed. En nu stonden ze daar. Die waren gewoon super goedkoop. Even kijken of ik ook ga krijgen. Ik heb even gewoon een basic tongpiercing besteld. Dat is deze. Ik heb momenteel een hele lange in. Dat is niet zo heel erg prettig. Dus ik heb gewoon eventjes een normale besteld. En eentje die vond ik gewoon heel bijzonder. Die vond ik gewoon heel erg leuk om te hebben. Met een aatje. Het leek me gewoon heel erg leuk een keer voor de afwisseling. Ik heb geen idee of het lekker zit. Maar dat gaan we proberen. Dus dat zijn mijn tongpiercings. Waar ik ook echt heel erg blij mee ben. Want het was echt super goedkoop. En ja, het zijn gewoon dingen, als je piercings hebt, dan is het ook gewoon fijn om een voorraadje te hebben. En ik vind het nu wel heel fijn dat ik ook weer een paar kortere staafjes heb, zeg maar. Dan was ik bij de Op is op Voordeel shop. En die gaat natuurlijk op heel veel plaatsen, gaat die sluiten. En we gingen daar naar binnen. Het was al heel erg leeg, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar er was nu wel korting op alles. 50% korting op alles. Ja. En ik had nog een paar paletten op mijn lijst staan die ik heel graag wilde hebben van W7. Dus ik heb wat make-up van W7 gekocht. Allereerst heb ik deze Cloak Motion Shimmer Highlighter gekocht. Dat is deze highlighter. Deze zit ook dichtgezield. Daar heb ik even goed naar gekeken of ze niet al gebruikt waren. Maar zolang ze dichtgezield zitten, zijn het goed. Het is ook een dupe. Ik weet alleen even niet van welk product dit een dupe is. Maar ik heb hier al zoveel over gehoord en gelezen dat ik hem ook heel graag wilde hebben. En hij stond al zo lang op mijn wishlist. Dat ik dacht, nou, nu met korting, volgens mij was hij nu nog 2 euro of zo. Ga ik hem gewoon kopen. Dus dat is deze. Dit is trouwens, je kunt hem ook als oogschaduw gebruiken. De kleur staat hier niet heel erg goed op. Maar je hebt hem in meerdere kleuren. Maar dit is volgens mij de lichte kleur. Dus die. Dan heb ik ook het Blaze In
Neutralize on Fire Eye Color paletten. Dat is deze. Dit is een van de nieuwere paletten die ik ook heel graag wilde hebben. Voorheen kocht ik ook altijd eigenlijk deze paletten bij de Opzoek Photoshop. En deze heb ik dus ook met een fixe korting kunnen kopen. Want volgens mij was deze nog 3 euro. Maar de prijzen staan natuurlijk in beeld. Dus dat is dit paletten. En het laatste paletten, dat is deze. Deze is trouwens wel open. Is niet, deze zit niet dicht. Maar deze kan ik dus ook wel even zo laten zien. Want deze die is niet gebruikt trouwens. Hier staan trouwens achterop nog de kleuren van dit paletten. En dan heb ik het Delicious Natural Berry Eye Color paletten. Dat is deze. En hier zitten deze kleuren in. Ook super tof. En daar zitten dus dit soort kleurtjes in. Grote spiegel erin. Ik ben echt groot fan van W7. Ik vind het echt een hele fijne palet. En ik vond het ook echt super fijn dat ik dat nu allemaal met fixe korting gewoon kon kopen. Dus ja, super blij mee. Dan was ik bij de New Yorker. En bij de New Yorker heb ik een trui gekocht. Die was nu in de sale. Dat is deze trui met lippen. Ik zal even een aanbeeld plaatsen. Nathalie vond hem echt te opzichtig, maar ik vond hem zo tof. Dit past gewoon bij mij. Ik heb wel een L genomen. De laatste tijd ben ik eigenlijk helemaal niet meer van de L. Maar Nathalie zei, neem maar een L, want een trui is lekker als je hem wat groter koopt. En dan kun je er leuk een kraagje onderaan doen. Dus ik heb een L genomen. Ik heb hem ook al gepast. En ik moet zeggen, het zit eigenlijk wel heel erg goed. Dus ik ben ook wel blij. Maar hij heeft dus lippen. Ja, en ik word hier heel blij van. Hij is wel lekker fel, maar ik hou er wel van. Dus ik ben heel erg blij met deze trui ook. Heel erg fijn dat ik die tegenkwam. En dan gaan we nu door met de spullen van de Action. Dat is de laatste winkel waar ik was. Heb ik ook het meeste gekocht. En dan ga ik even beginnen met iets wat van de Action vandaan komt. Wat mijn moeder heeft gekocht. Alvast voor ons. Wij hadden namelijk, Nathalie en ik hadden een missie. Ze kregen nieuwe stiften bij de Action. De Aqua Markers. En dan kom je op YouTube die filmpjes tegen. En ze zouden eind mei, begin juni in de winkel liggen. Nathalie is echt vanaf eind mei continu naar de Action gegaan. Ze heeft iedereen naar de Action gestuurd. Gaat ze even kijken of die stiften er zijn. Elke keer greep ze mis. En toen kwam zij, geloof ik, vrijdag op Facebook kwam zij tegen. Van... De stiften liggen er. Dus wij hadden eigenlijk het plan om als we gingen shoppen te gaan kijken. We wilden gelijk naar de Action. We wilden gelijk kijken als ze die stiften hadden. We wilden ze gelijk inslaan. Maar toen had mijn moeder ze dus al gehaald. Want wat zijn dit voor stiften? Ik ga ze laten zien. Het zijn deze stiften. Dit zijn de Aqua Markers. Het zijn waterverfstiften. Je kunt ze stapelen. Er zijn 6 dozen. Ik heb ze ook alle 6. Dit zijn de zwarte kleuren, zeg maar. Ze zitten dus in een doos. Dus als je krijgt dit idee krijg je als je het stapelt. Maar dit zijn dus nieuw. Ja, het zijn in totaal 72 kleuren van Deco Time. Ik heb daar natuurlijk ook die hele fijne potloden van. Deze wilde ik ook heel graag hebben. Dus ik was zo intens blij dat mijn moeder ze ook alvast voor mij had meegenomen. Want wij waren gaan shoppen en ze hadden ze echt daadwerkelijk nergens. Dat zijn de zwarte. Ik heb er al 2 doosjes aan om open. Dus die zal ik even dicht doen. Want anders dan gaan de stiften eruit. Dan heb ik hier wat meer gele tinten. Je hebt trouwens een fijne en een brush, echt. Er staan niet echt, de kleuren staan niet echt op, maar dit zijn dus echt een beetje meer geel tinten, zeg maar. Ik zal ze even van zo laten zien. Ik ga trouwens met deze ook wel even doen, zo nog. Het is dus die zwarte doos. Dan de blauw tinten. Heel veel kleuren blauw. Dan hebben we de groen tinten. Dat zijn deze. Zoals je kan zien, eigenlijk de verpakking sluit ook helemaal aan bij die potloden. En ja, ik word hier blij van. Ik ga hier goed op. Dan hebben we de roze tinten. Met rood, roze, paars. Heel veel verschillende kleurtjes. En last but not least, de paarse tinten. Dat zijn dus deze. Dit zijn stiften, die zijn net in de winkels. Ze vliegen de winkels uit. Want heel veel mensen die met bullet journaling bezig zijn of creatief, die willen dit hebben. Maar vanaf nu liggen ze dus in de winkel. En ik ben hier intens blij mee.
Dan heb ik bij de Action ook weer eventjes ploegen gekocht. Dat zijn deze. Ik ben de laatste tijd nog steeds bezig met ophangen. Mijn ploegen en ploegen die gaan er als een malle doorheen. Dus ik heb gewoon dit doosje gekocht. Dit is maat 6 en maat 8 geloof ik. Ik weet het niet. Ja, dus pluggen zijn 8 en 6. En dat zijn de pluggen die ik het meeste gebruik. Ja, ik vind het gewoon fijn om dit te hebben. Want ja, ik ben zo bezig met ophangen met spullen dat ik dit gewoon nog handig vind. En dan heb ik iets voor mijn balkon gekocht. En dat is een, ja, hoe noem je het? Het heet Garden Collection, maar er staat niet echt duidelijk een naam op. Oh, wat vervelend zeg. Het is zo'n doek, het is een banner. Dit is zo'n doek, die kun je gewoon ophangen. Ik ga hem dus aan mijn muur hangen. En hier was ik al een tijdje naar op zoek, want ik wil mijn balkon weer even leuk gaan maken, nu de zomer er weer aankomt. En toen zag ik dit en ik heb deze. Ik ga hem even zo laten zien. Ik heb deze gekocht. Deze vond ik het allermooist. Hier word ik blij van. Een soort strand met zonsondergang. Super tof. Dus dat is deze tuindoek. Dan heb ik ook weer eventjes de insectenhorretjes gekocht. Die van mij die zijn eigenlijk aan vervanging toe. Die hangen er alweer een jaar. En met katten, ja, je gaat gewoon hard. Dus ik heb eventjes deze weer gekocht. Gewoon met glitterband. Die waren nu in de aanbieding. Heb ik er ook gelijk weer een voor de slaapkamer. Kan ik dat ook gewoon weer even lekker gaan ophangen. Het is gewoon heel erg fijn om dat te hebben met katten. Dan heb ik ook mini gel pennen gekocht. Ik heb natuurlijk al grote, maar ik vond deze ook wel leuk. Want deze hadden weer iets zachtere tintjes erin zitten. Die vond ik ook super leuk. Die wilde ik ook al een tijdje hebben. En nu zag ik ze liggen, dus ik dacht, oké, jullie gaan met mij mee. Dat zijn deze 24 mm gelpennen. Dan heb ik dubbelwandige glazen gekocht. Ik vind dit heel erg fijn voor bij de cappuccino en zo. Dit zijn volgens mij wel de kleine variant. Ik ga eens even kijken hoe groot ze zijn. Oh ja, dat is gewoon zo'n maatje. En dan komt hier dus je drinken in. En dan kun je gewoon lekker vasthouden. Wordt niet warm. Ook ideaal voor thee. Maar ja, dit is gewoon super, super fijn. Want, maar dit is de 200 ml. Staat er ook gewoon op. Maar gewoon heel erg fijn voor warme dranken vind ik dit soort glazen. Ik dacht, dan neem ik gewoon gelijk twee mee. Want ja, ik ben wel alleen. Maar mocht er eentje een keer nog niet afgewassen zijn, heb ik gewoon een reserve. Even twee dubbelzijdige glazen. Dan heb ik weer even konijnenvoer gekocht. Die was ik vergeten in de supermarkt. Nu was ik bij de Action. Ik dacht, ik neem gewoon weer een zakje mee. Ik haal het daar heel vaak. En ik weet dat er heel veel promotie om bestaat. Mensen vinden dat het niet goed is voor je dier. Maar mijn konijn vindt het gewoon hartstikke lekker. Dus ja, waarom zou ik het dan niet halen? Even wat spullen eruit halen. Want ik heb ook gelijk weer even de zaagsel gehaald die ik altijd haal. Ik heb nu even één pak gedaan. Ik ga als het goed is volgende week nog een keer naar de Action. Maar dat moet, omdat ik cadeautjes moet kopen voor Nathalie. Dus omdat ik neem ik nu even één pak mee. Anders wordt het ook zoveel gesleept. En dan heb ik gewoon ook weer eventjes de zaagsel op voorraad. Dan heb ik weer eventjes ook een paar spulletjes die ik dus heb gekregen. En dat zijn... Allereerst heb ik vellen gekregen. Dit zijn van die vellen die kun je dus gebruiken in je bullet journal. Dit zijn de Sweet Colors. Je hebt bijvoorbeeld dit. Ik was hier verder eigenlijk nog nooit thuis in. Maar het is wel heel erg handig als je met Nathalie gaat. Nathalie is hier al heel erg thuis in. En die kan je dan even goed adviseren. Deze zitten erin. Deze, ook heel schattig. Dit kun je gewoon knippen trouwens. Of snijden natuurlijk heel netjes. Dan heb ik blauwe. Ik wil even leuk om dit aan jullie te laten zien. Dan heb ik deze. Blauwe hartjes. Roze hartjes. Even kijken. Deze nog. Je kunt hier heel veel kanten mee op. Dit soort velletjes. En deze nog. Het is gewoon een boekje met sweet vellen. Ik weet niet eens hoeveel velletjes zitten hierin. 50 vellen. Dus 5x10 designs. Super leuk boekje. Die heb ik dus gekregen. En ik heb ook de Classic Vintage. Het is deze. Ik ga zeker nog meer halen. Maar ik vond deze wel heel erg leuk. Hier zit dit in. Ik zal gewoon even wat random er doorheen gaan. Dit soort velletjes.
dit is bijvoorbeeld ook super leuk. Kun je gewoon uitscheuren en dat kun je gewoon inplakken. Deze. Nou, heel veel verschillende soorten, maar dit soort boekjes zijn dus super leuk voor je bullet journal. En wat ik ook heb gekregen is dit luxe paperblok. En deze is met katten. Met diertjes. Je hebt hier gestanste vellen. Patroonpapier. Stickervellen. Nou, je hebt van alles. Ik zal dit ook even laten zien. Hier heb je gestanste plaatjes. Kun je dus uitdrukken en lekker inplakken. Dit is een gewoon vel. Dat kun je ook heel erg leuk inplakken. Is ook doorzichtig. Vind ik wel heel bijzonder. Super leuk. Stickertjes. En dan heb je hier weer wat gewone vellen die je ook gewoon heel erg leuk kunt gebruiken. Met katten. Hey. Jullie weten wat ik van katten hou. Deze vind ik ook super tof. Met love. Super leuk. Hondenpootjes. Ook heel erg leuk. Het staat ook echt in. Love is what nauseous sloppy kisses and waggly tails. Deze. Nou, heel veel verschillende soorten vellen. Mochten jullie hier ook nog weer op gestalte plaatjes. Mocht je hierna nog wat meer een keer uitgebreid willen zien. Kan ik hem ook altijd nog even in een blog laten zien. In een vlog, sorry. Ik zei blog, maar ik bedoelde vlog. Dus die heb ik dus gekregen. Even kijken hoor. Dan heb ik dit superleuke mandje. En dit leek mij heel erg leuk om neer te zetten op mijn aanrecht. Want hier kunnen bijvoorbeeld cupjes in voor mijn Dolce Gusto. Misschien kun je hem ook ophangen, zie ik. Oh, misschien ga ik dat wel doen. Oh, dat vind ik ook wel heel erg leuk om op te hangen. En hier kun je dus bijvoorbeeld wat kopjes op zetten. En dat vond ik super leuk. Dat kwam ik ook al eens op social media tegen. En ik dacht, ja, hoe leuk is dit? Ze hebben dat hier trouwens ook gedaan. Volgens mij staat hier bij hoeveel hier op kan. Maar ik ga hem denk ik lekker ophangen. Dat heb ik nu besloten. Superleuk rekje dus. Dan is deze tas leeg. Dan ga ik even dit pakken. Alles echt een beetje door elkaar. Ik heb namelijk een luiwagen gekocht. En dit had ik nodig voor de douche om schoon te maken. Er stond al een tijdje op mijn wishlist. Ik vergat het steeds. Dus even een luiwagen. En uiteraard hoort daar een steel bij. Ik zal hem er gelijk eens even opdraaien. Het werkt gewoon zo. En dan kan je lekker boenen. Moet je wel even helemaal goed vastdraaien. Ja. Dan heb ik een luiwagen. Dus ik ga het gelijk neerzetten. Ik moet je trouwens wel eens kopen. De steel en de luiwagen. Dan heb ik even een nieuwe mop gekocht. Mijn mop die werd zo vies. Ik dacht, laat ik gewoon even een video meenemen. Wel zo hygiënisch. Kan ik weer lekker dweilen. Dus ook wel heel erg fijn. Dan heb ik ook eventjes een wasverzachter gekocht. En ik heb dus altijd de Robijn. En dit is de Tiara Bloem en Wilde Bessen. Ik ga hem eens even ruiken. Jammer dat we nog geen geurvideo's hebben. Maar dit ruikt echt super lekker. Dus deze eventjes. Gewoon weer even voor de voorraad ook eigenlijk. Dan heb ik ook gelijk weer eventjes de wasmiddel gehaald. En dit is de kleur, want die had ik niet zoveel meer. De andere had ik eigenlijk nog voldoende staan. Ik koop dan ook altijd gelijk twee flacons. Want ik kon natuurlijk niet zo heel veel bij de Action. Dan heb ik weer even lekker een voorraadje. Dan heb ik dit gekocht. En dit is Paint and Supplies Effect Frosted Glass. Dit is een spray en hiermee kun je dus... Normaal plak je van het folie op je ramen. Dat heb ik nu ook gedaan. Alleen dat folie laat bij mij gewoon echt daadwerkelijk los. Door de warmte blijft het niet zitten. En het nadeel is, je kunt je ramen niet wassen. Maar met deze spray kun je dus gewoon met twee lagen krijg je hetzelfde effect als wat je met plakplastic krijgt. Kun je dus gewoon je ramen wassen. Dus hoe ideaal is dit? Lijkt mij echt super handig. Ja, ik ga dit gewoon proberen, want het lijkt mij echt super handig. Als dit werkt, is het gewoon super tof. Dus dat ga ik gewoon eens eventjes proberen. Dan heb ik ook weer eventjes de tape rollers gehaald. Die haal ik altijd. Ik heb er gelijk weer twee gehaald. Zoals altijd. Dan heb ik weer lekker voorraad. Die tape rollers gaan als een malle. Dan heb ik deze kleine mini tape dispensers gekocht met washi tapejes erin. Hoe schattig is dit? Ziet er heel erg leuk uit. Nathalie zei dat alleen het niet heel erg goed werkte. Maar ik vond het wel zo schattig. En ik heb met
Mooi lipjes, een gewoon kleurtje, wat staat hierop. Ook een gewoon kleurtje en hartjes gekocht. Ik vond dit ook wel super leuk. Dan heb ik even een body lotion gekocht voor de droge skin. Ik heb nu daar, die gebruik ik nu ook, maar ik wilde weer eventjes een backup hebben. Want ik gebruik dit elke dag en ja, het gaat hard. En ze hadden deze weer gewoon staan. Dus ik dacht, ja, ik ga weer voor deze. En dit is, volgens mij is het dezelfde als die ik nu heb. Ja, dit is de Shea Butter en Vanille. Maar hij ruikt een beetje naar chocola als je het mij vraagt. Maar dit is gewoon een hele fijne body lotion. Weer even de lijmsticks die in het apparaat gaan, want die gaan best wel hard. Dus ik dacht, heb ik gelijk weer een backup, want ik wil weer eventjes de krabbal lijmen. En dan moeten echt wel 2 sticks per keer in, dus dan ben je zo door je sticks heen. En ik moet zeggen, ik ben heel tevreden over het lijmstoel. Ik hoor hele verschillende verhalen, maar bij mij werkt die gewoon heel erg goed. Dus even de lijmsticks. Dan even heel basic scheermesjes. Ik was weer aan een nieuw pakje begonnen en ik denk, neem ik gelijk weer een backup mee, want dat hebben we gewoon nodig in ons leven. Althans, ik wel. Dan heb ik een handcreme. Dit is de Appelicious handcreme. Deze had ik ook al bij verschillende mensen in de shop nog voorbij zien komen. Ik was hier heel benieuwd naar. Later heeft hem ook gekocht. Ik ga hem even ruiken. Oh, hij ruikt echt naar appeltjes. Ja, ruikt super lekker. Dus ook gewoon heel erg leuk, ook gewoon om te testen voor mijn blog. Ja, dat blijft toch ook wel een dingetje. Daar koop ik ook heel vaak spulletjes voor. Maar dit leek me gewoon heel erg leuk. Het schijnt dat ze heel veel verschillende varianten hebben. Maar hier lagen er niet zo heel erg veel. Dan heb ik handzeep gekocht. Had ik dit nodig? Nee. Maar ik heb het eigenlijk puur gekocht vanwege de verpakking. Want er staan katjes op. Ja. En als ik katten zie, word ik blij. Ik hou van katten. Dus daarom heb ik hem gekocht. Sweet as a Kitten. Handzeep. Superleuk. Even kijken, wat heb ik nog meer? Dan heb ik eventjes van die handgel gekocht. Ik heb er gelijk 2 gehaald. Deze heb ik altijd in mijn tas zitten. En deze is met Tangy Cherry. Ik ga hem eens even ruiken. Hij ruikt wel lekker. Er komt wel chemisch luchtje vanaf, maar je ruikt zeker ook de cherry. En ik vind dit soort dingen gewoon handig, want ik gebruik dit echt best wel veel. Dus eventjes 2 daarvan. Wat ik dan ook nog heb gehaald zijn kalligrafiestiften. En dit zijn de zilveren variant. Die had ik nog niet. Ik zag dat ze ook zilver hadden. En die wilde ik ook heel graag hebben. Dus nu heb ik alle kleuren. Super tof dat ze ook de zilveren hadden. Want ja, die wilde ik gewoon heel graag hebben. Dus die. Dan heb ik nog een lipglossje gekocht van Miki. Dit is de Holographic Lipgloss. Dit is de 379 Starburst. Ook van te testen voor mijn blog. Ik had hem al in de video gezien en het zag er eigenlijk wel heel erg leuk uit. Dus ik ben wel benieuwd hoe dit bij mij gaat staan, zeg maar. En dan heb ik eigenlijk alleen nog wat make-up spulletjes. Allereerst heb ik een oogschaduwpalet. Dit is het Pretty Eyes Eyeshadow Palette met 9 kleuren. Dat is deze. Hier zitten dus 9 kleuren in. Dat zijn deze kleurtjes. Best wel wat heftig, maar gewoon leuk om het ook weer te testen voor mijn blog. En ik had al eerder zo'n soort paletje gehad en die beviel heel goed. Dus ik was wel benieuwd naar deze. Dan heb ik ook even een wenkbrauwkitje gekocht. Ook puur om te proberen. Ik heb hem in de kleur 221 light medium. Ik denk dat dit wel goed bij mijn wenkbrauwen gaat passen. Ook wel heel benieuwd naar. En dan heb ik eventjes de paletten aangevuld die ik nog niet had. En dat zijn deze. Ik heb allereerst het concealer en bronzer paletten. Ik had laatst namelijk per ongeluk een dubbele gekocht die ik al had. Dus ik moest deze hebben. Hier zitten dus bronzer concealers in. Dit was het enige pakje dat nog niet gebruikt was. Dus dat is deze. Ze hadden al heel veel gebruikt. Ik heb even goed gekeken van welke is nog niet gebruikt. En het laatste product wat ik heb is nog een oogschaduwpalette. En dat is deze. De roze. Met ook hele felle kleuren erin, lieve mensen. Kijk. Heel erg fel. Maar ik ben er heel erg blij mee. Dan was dit mijn mega shoplog. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat jij het leukst vond, wat ik heb gekocht. Ik ben namelijk heel erg blij met alle spulletjes. Dus ja, ik ga dit zometeen lekker opruimen en dan kan ik het ook lekker gaan gebruiken. Ik ben wel echt losgegaan, dus ik ben er ook echt super blij mee. Ik wil je van nu in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken.
Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Als je even op het belletje drukt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!